Ronald Koeman heeft zijn basisteam voor het duel met Portugal op 7 plaatsen aangepast ten opzichte van de wedstrijd tegen Engeland. Het Nederlands elftal trapt in Genève om 8:30 avonds af tegen de Portugezen, zoals verwacht met onder meer Ricardo Quaresma en sterspeler Cristiano Ronaldo beginnen. Bij Oranje behouden na het duel van vrijdag alleen Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Jorginho Wijnaldum en Memphis Depay hun basisplaats. Koeman bevestigde eerder al dat Jasper Cillessen zou gaan keepen in plaats van Jeroen Zoet. Achterin heeft Stefan de Vrij plaats gemaakt voor Nathan Ake, terwijl Kenny Tete op rechts Hans Hateboer vervangt. Op links krijgt Tony Villena de kans in plaats van Patrick van Aanholt en het middenveld wordt gevormd door Wijnaldum, Danny van de Beek en Davy Preuper. Kevin Strootman is zijn basisplaats kwijt. Opstelling Oranje, Cillessen, Tete, De Ligt, Van Dijk, Ake, Villena, Preuper, Van de Beek, Wijnaldum, Depay en Babel. Opstelling Portugal, Lopez, Cancelo, Rolando, Fonte, Ruy, Manuel Fernandes, Gomes, Silva, Bruno Fernandes, Quaresma en Ronaldo.